En de jeugdburgemeester gaat voorop. We staan hier vandaag om het vrijheidsvuur aan te steken en om daarna te vieren dat Laarbeek 80 jaar is bevrijd. Bevrijd is misschien een moeilijk woord. Het betekent dat we 80 jaar geleden in oorlog waren en dat die oorlog toen stopte. Het vrijheidsvuur is vorige week opgehaald in het stadje Bayeux in Frankrijk. Daar herdenken ze elk jaar op 16 september dat in 1944 per boot vele duizenden soldaten uit Canada, Engeland en de Verenigde Staten per boot aan land kwamen. De legers joegen de Duitse soldaten weg uit Frankrijk, uit België en ook uiteindelijk uit Nederland. Met een fietsestafette wordt die bevrijdingstocht van toen elk jaar nagedaan. Het vuur is op 18 september in Eindhoven aangekomen en daarna rennend naar Helmond gebracht. In Helmond is op vrijdag 19 september het vrijheidsvuur van de Peel aangestoken. Dit vuur is naar Aalriksel gebracht, waar het tot vandaag bewaard is, en we zijn er straks geweest, in de kerk. Daar hebben we het vuur opgehaald. Vandaag hebben we het vuur in een vrijheidsoptocht door Aalriksel gedragen. Fijn dat er ook zoveel mensen waren en dat we op zoveel plekken ook de Nederlandse vlag hebben zien hangen. Met dit bevrijdingsvuur uit Bayeux houden we gedachten aan vrijheid warm. In september 1944 werden alle dorpen uit Laarbeek bevrijd. En daarom vieren wij de vrijheid in Laarbeek elk jaar in september. Bijeenkomsten zoals vandaag die zijn heel belangrijk. We willen de mensen die hun leven gaven voor de vrede herdenken. Dat doen we elk jaar tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Maar we willen ook elk jaar even stilstaan bij het fijne gevoel van leven en vrijheid. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. We horen elke dag opnieuw in het nieuws. Er zijn steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust nog hebben meegemaakt. De meeste mensen vinden het moeilijk om zich hiervan een beeld te vormen. Het geldt zeker voor alle kinderen die hier vandaag zijn.
Jullie raakten niet je huis kwijt omdat er een bom op jullie viel. Jullie hoefden niet te vluchten. Jullie hoefden niet bang te zijn van soldaten met wapens die door de straten trokken. Maar als jullie over een tijdje volwassen zijn, moeten jullie wel meehelpen om ervoor te zorgen dat er nooit meer oorlog komt. We herdenken elk jaar de doden en we vieren elk jaar de vrijheid. We blijven dit herhalen, ook voor jullie, om het nooit meer te vergeten. Via de Heemkundekring uit Laarbeek zijn er in alle scholen van Laarbeek in het afgelopen jaar lessen geweest over de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk initiatief waarvoor dank ook aan de Heemkundekringen. Maar er is meer. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Ga maar eens kijken bij de fototentoonstelling in Lieshout. Of neem vandaag een kijkje in de Heemkamer in Aalrikstel. Hier aan het plein. Die Heemkamer is vandaag de hele dag open en er worden foto's tentoongesteld uit de oorlogstijd in Aalrikstel. En er is ook een nieuw boek met foto's die Johan Prinsen in de oorlog maakte. Hij woonde in Aalrikstel en maakte stiekem foto's van Duitse soldaten en legertrucks. Zijn dochter gaat het boek op 25 september presenteren. Het heet Beeldverslag van de oorlog. Bijzonder interessant, kan ik u zeggen, en kan online nog besteld worden. Vandaag vieren we 80 jaar vrijheid in Aalrikstel met het Vrijheidsfestival Laarbeek. Het is de start van een nieuw initiatief, want volgend jaar doen we deze dag weer. Maar dan in Mariehout. Zo gaat het vrijheidsvuur als een lopend vuurtje door Laarbeek. Maar vandaag staan we hier in Aalrikstel. We gaan het vrijheidsvuur aansteken en daarna speelt Harmonie de Goede Hoop, het Wilhelmus en daarna hijsen we samen en mee de vrijheidsvlag. Dat doen wij niet zelf, maar dat doet de scouting. Dus was goed gebruik in Aalrikstel. Iedereen helpt mee. Het is ook leuk om met zoveel mensen hier samen te zijn en mee. Zullen we dan nu maar samen het vrijheidsvuur gaan aansteken? Gaan we dat doen. Zal ik dan nog op de trapje klimmen? Of zou je erbij kunnen denken? Nee? Nou, dan geef het maar hier. Het is veel te goed weer, je ziet het niet. Ja, ja, ja. Hij brandt. Ja, we zien bij deze tropische temperaturen is het heel belangrijk dat je wel op tijd drinkt. Dus ik weet niet waar we moeten staan. Ik heb hier op te staan en hier. Moet je daar deze maat houden.
Ja, hierop kunt staan en hierop kunt staan. Want deze vasthouden. Ja, hier naartoe. Dan hierop kunt staan. Ja, stonden. Echt vast.
zou niet kunnen. Mag je hier komen staan? Ja, rechts voet. Ja, dat is een beetje een